Laat me jou eens een hele serieuze vraag stellen. Is het nou stereo of is het toch mono? Of is het net als met de Beatles? Heb je de monoversie of de stereo-uitvoering? En wat heeft jouw voorkeur? Nou, mocht je nou niet kunnen kiezen, want ik als muziekliefhebber vind het allemaal zijn charmes hebben. Zeker met bepaalde muziek. Dan ga je toch ook gewoon voor een bier waar je de keuze niet hoeft te maken. Het is stereo, maar het is ook mono. En het is zelfs mozaïek. Nou, wat wil je dan nog meer? Single hop IPA. Heb ik deze vaak op? Vaker op? Zo. Ja, ik heb hem vaak op en ik heb hem vaker op. Maar omdat ik laatst de Crank the Juice ook heb gereviewd. Van de Moersleutel. Als je nou denkt, die heb ik niet gezien. Dan moet je gewoon eventjes kijken op mijn kanaal. En gewoon even zoeken. Randy, Crank the Juice. En dan vind je me. Hopelijk. Maar nee, je bent nou deze review aan het kijken. Hè? Dus eerst even deze review afkijken. En dan, ja. Crank the Juice, 6,8%. Ik weet dat die lekker fruitig is. En laat ik dan een net zin in hebben. En die is lekker fruitig. Dus dat gaan we doen. Zeker. Kijk, ik heb zelfs hetzelfde glas gepakt als bij de Crank the Juice versie. Als je die hebt gezien en hebt onthouden, of niet gezien, maar dan weet je het bij deze. Je weet wat gaat komen, toch? En als je het niet weet wat gaat komen, dan heb je nog niet echt vaak naar dit kanaal gekeken. Nee, dat was een thumbnail. Dat was een thumbnail momentje. Ik moet zeggen, ik weet niet. Ik heb het idee dat hij iets beter schuimt dan Crank the Juice. Voor hetzelfde geld zo. Hij ziet er voor de rest wel hetzelfde uit. Voor hetzelfde geld. Ja, maar officieel wel. Het kost ongeveer evenveel. Ja, nou, voor mij is deze 15 cent duurder. 15 hele centen! Ja, kan toch niet? Nee, ik weet het. De aroma's zijn. Oh ja, plus 15 cent statiegeld, hè? Maar ja, goed. Ligt eraan of ik hem terugbreng. Best wel grappig. Ik vind hem in het aroma juist niet zo. Ja, heel fruitig wel, maar niet zo fruitig in het aroma, althans als Crank the Juice van een Moersleutel. Deze staan in mijn supermarkt trouwens naast elkaar, dus ik had zoiets van ja, wil ik eigenlijk ook gewoon alle twee reviewen. Mango, klein beetje ananas. Dat is het eigenlijk wel. Ja, huh? In mijn herinnering was die fruitiger. Tenminste in de smaak dan. Dus we gaan maar door met slokken. Ja, ik ben nog steeds dorstig. Dus. Cheerios! Wat nepplezier toch eigenlijk op dat bierfestival van Brew at the Zoo. Ze waren dit jaar groter, hoor. Iets groter deze glaasjes heb ik gezien. Maar deze van 2022 en zoals je ziet, het is letterlijk drie slokken. Dus je denkt aan het einde van, goh, ik heb veel gedronken. Nou, eigenlijk is dat helemaal niet zo. Het zijn echt fucking kleine kutglaasjes. Wat zeg ik nou? Nee, het is leuk om zo'n glaasje te hebben. Maar het is wel, het gaat snel. En je denkt dat je heel veel zuipt, terwijl in verhouding je niet meer drinkt. Maar ook niet minder. Wat me wel gelijk opvalt, deze heeft meer een bitter. Zelfs een beetje een kruidige bitter. Een beetje sinaasappel ook. Die Crank the Juice eigenlijk niet heeft. Crank the Juice smaakt heel erg voor mij persoonlijk als een New England IPA. En deze Stereo Mono. Mozaïek. Smaakt ja, meer bitter, maar niet heel bitter. Ook nog steeds wel fruitig.
Ja, ik denk toch iets minder fruitig dan Crank the Juice, maar deze is dan weer. Ja, deze heeft een fijnere bitter. Dus het is maar net waar jouw smaak ligt. Als je fruitig wil, maar niet te bitter, dan zou ik zeggen Crank the Juice. Als je denkt van ik wil iets meer een bitter en een afdronk hebben, dan zou ik zeggen Stevia Mono Mosaic, Ja. Er is zelfs iets van citroen er nog in zitten. Klein beetje citroen. Ook wel echt wel grapefruit trouwens. Ja, echt wel. Dat is denk ik ook die bitter die in de afdronk zit. Die gaat gepaard met grapefruit. Maar volgens mij is Mozaïek ook een hopsoort die ook echt wel heel erg doet denken aan grapefruit. Dus dat klopt. Dan klopt het gewoon helemaal. Dan is het gewoon helemaal maar rond. Ik denk nog steeds dat deze lichtelijk mijn voorkeur heeft, omdat, nou ja, hij is iets zwaarder dan Crank the Juice, maar dat is niet het enige. Ja, hij blijft ook wat langer hangen dan Crank the Juice. Crank the Juice wil je echt. Ja, die is echt super doorlessend en die drink je heel snel weg, maar dat is ook gewoon omdat je telkens een nieuwe slok wil nemen. En deze blijft iets langer hangen. Heeft iets meer. Ja, iets meer hoppig karakter zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. Op een andere manier een hoppig karakter. Ik zeg al, deze is meer bitter. Hij is zeker niet heel bitter. Dus ik denk niet dat het je echt tegenstaat. Want hij is niet super bitter. Maar hij is zeker wel meer bitter. Dus meer IPA waardig dan Crank the Juice van de Moersleutel. Maar ik vind ze alle twee om een andere reden lekker. Deze geef ik een 7,5. Crank the Juice schrijf ik iets lager. Een zeventje. Ja, mag je best weten. Nog steeds een leuke review als je hem niet hebt gezien. Dus, ik ga nog even nagenieten van deze Stereo Mono Mosaïque. Ja, het blik valt daarentegen weer niet echt op. Als je dit ziet staan, dan denk je misschien niet gelijk van, goh, dat is een hopbom. Terwijl als je, hey, verrek, Crank the Juice staat hier gewoon nog naast. Terwijl als je Crank the Juice hebt, kijk, ja, dat is toch, dat spreekt meer aan. Dus de moersleutel is beter. In de verpakkingen en ja, dat sowieso is de moersleutel daar heel creatief in. Dat zijn eigenlijk allemaal mooie blikken. En dit is basic, maar ja, wat ik zeg, super genietbaar. Tot de volgende keer. Tell your friends, tell your girlfriends, tell your parents, tell everyone. Randy's back in town. Nee, abonneren. Zeker, als je nog geen abonnee bent. En een duimpje omhoog. Want zonder jullie, echt waar, zonder jullie mooie, lieve kijkers, had ik geen bier gedronken. Is dat een grapje of meen ik die? Daar mag je even over na gaan denken. Tot de volgende keer.